Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Het is maar net wanneer u dit filmpje ziet. Mijn naam is Hans Koster. En sinds corona is uitgebroken, om het maar zo te zeggen, in maart vorig jaar, doe ik bijna wekelijks het geluid. Het geluid in de kerk. We hebben namelijk geen kerk meer, maar we hebben tegenwoordig meer een studio. We hebben geen grote zaal met mensen die allemaal alle liederen zingen. Nee, we hebben alleen nog maar zangers. En dat geluid wil je natuurlijk ook goed laten doorkomen. Gaat dat altijd goed? Nee, natuurlijk niet. Het gaat ook wel eens mis. Je wilt het wat verbeteren en dan doe je het soms niet helemaal goed. En dat is ook logisch. Ik heb er geen opleiding voor. En ik heb wel een hele hoop hulp gehad van mijn voorganger Chris Müller. En Albert moet ik natuurlijk niet vergeten, Albert Letting. Maar steeds opnieuw probeer ik het toch weer iets mooier te maken. Je zet de zangers op een andere plek. Bijvoorbeeld niet voor in de kerk, maar achterin. Dan zingen ze mooier. En alles wordt geregeld vanaf dit plekje boven in de kerk. En hier ziet u het grote mengpaneel waarmee we alles aansluiten. Het is tegenwoordig niet meer één microfoontje. Je zet er meerdere neer. En nou, zoals afgelopen zondag met de top 2000 kerkdienst. Toen hadden we wel 10 microfoons staan. En toen moesten de instrumenten er nog bij. Wat vind je daarvan, Hans? Eigenlijk vind ik dit voor mezelf als geluidsmannetje het allerleukste aan de periode die we nu meemaken. Los van alle narigheid, los van alle ziekte, en dat maken we allemaal mee. Maar deze manier van werken, daar geniet ik van en ik hoop dat u daar ook plezier van hebt.